Oké, ik moest het zeggen van Peter, dus bij deze dan hebben we het in ieder geval out of the way. Release the Kraken. Want ja, Peter is er heel blij mee, want hij vond dat de beste woordgrap van 2016. En dat komt omdat we nog een keer de Kraken gaan behandelen. 2015 inmiddels of zo alweer. We gaan nog een Kraken behandelen. We hebben namelijk al eens eerder de Kraken Pro V2 gehad. Maar we hebben nu de Kraken 7.1 V2. En het is een nieuwe editie. Niet alleen omdat het USB is en dus allerlei kleurtjes heeft en 7.1 is. Maar ook omdat die ovaal is. Jawel, de oordoppen die mij in de vorige video over de Kraken Prinses Leia hoofdgaven waren rond en deze zijn nu ovaal. Revolutionair. Dus als je langere oren hebt, praise to you, want Razer heeft voor jou nu ook een headset. Anyway, we halen het uit het doosje, de Kraken 7.1 V2 en daar hebben we hem dan. En voor de mensen die lange gamers het kijken, die zien dit en die denken, hey, dat ken ik, want dat is inderdaad die headset die Tom eerder heeft behandeld. Dat klopt ook helemaal, maar wat natuurlijk vooral opvalt hier is nu natuurlijk de ovale earcups, die als het goed is denk ik ook weer eraf kunnen. Jazeker. Dan zie je zo, dat is niet helemaal rond, het is echt een beetje ovaal. Het was minder dan ik heb gedacht, maar anyway, ze gaan er in ieder geval wel mooi op. En natuurlijk hebben we dan in deze doos ook een mooi kabeltje zitten. En dat is dus voor de verandering een USB-kabel. Zelf ben ik meer van analoge headsets, maar dat maakt niet uit, want heel veel mensen vinden het wel leuk om ook op USB te werken. Om het een of het ander, goede aansluiting en natuurlijk, er kunnen kleurtjes in en dat gaan we zo zien. Maar eerst sluiten we de USB aan om te kijken hoe dat gaat. Wacht even. Ja, there we go. En je ziet hem nou al mooi op zijn color spectrum modus. Dat doen natuurlijk alle Razer producten tegenwoordig als je ze aansteekt. Dan krijg je mooi te zien welke kleuren die allemaal kan. Het zijn natuurlijk zoals altijd 16,8 miljoen. En die kun je dan ook weer op allerlei dingen instellen. Dus hij kan zelfs meedoen met je Overwatch wedstrijd. Als je voor Lucio gaat, dan wordt hij in één keer groen of geel als je aan het healen bent. Dat soort dingen zijn fantastisch. Maar dat komt ook misschien wel een beetje omdat ik af en toe een beetje een Overwatch sletje ben. Anyway, vond je het een leuke unboxing? Laat het ons weten. En wil je meer weten over dit model? Je kunt natuurlijk kijken naar de oude review van de eerste Kraken. Dat was een analoge headset. Dit is de digitale versie, maar ook hier gaat natuurlijk een geschreven review en een Gamersnet Gear van verschijnen. Dus mocht je alles willen weten, hou Gamersnet in de gaten, want binnenkort vertellen we je hoe de Kraken 7.1 V2 je oren eraf blaast. Of niet? Dat is wat we doen. Dat doen we voor jou.